Goedemorgen, het is donderdag en wij zijn wakker. Goedemorgen, ik ontbijt lekker met croissantjes. Ik heb hier aardbeienjammetje en die matinee dingen. Vandaag staat op de planning werken aan de Masha Planner. Ik moet helemaal creatief mijn ding doen. Dat houdt in eigenlijk alles bedenken en alles een soort moodboardachtig. Voor de editie van deze zomer, want ik kom altijd een beetje rond zomer uit meteen. Oké, wij gaan even aan de slag. Kleine ligt op bed. En Gregor's moeder komt zo meteen op bezoek, dus we moeten even werk verrichten. Dus planner, moodboard, ik heb hier mijn iPad ook bij de hand. En ik zit wat facturen te doen. Ja. We zijn een aantal uur verder. Gregor's moeder is langs geweest, heel gezellig, met Mira hebben we al gezeten. En daarvoor hadden we nog even kunnen werken. En nu aan het koken. Food! Yes! Ik maak jouw fave, een van jouw faves. Welke? Ik weet eigenlijk niet eens wat ik... Orzo. Orzo? Nou nee, mijn faves zijn Eén jouw... Eén van jouw faves. Ja, één van, maar risotto. Nee, dat ene, die ene... Ja, oké, okay. Risotto vind jij wel lekker. Hoe heet die noedel, dat noedelgerecht met de hoen en zo. En we hebben die ene lekkere salade weer, hè? Twijfelde. Oh, ja. Maar inderdaad, en dan risotto. Dat is echt wel een van de dingen ook die had ik nooit. Voor, of althans in de restaurant wel eens, maar nooit thuis. Voordat we het zo deden. Oh, lekker. Wij hadden gisteren toch die... hoe heet die ook weer, die film? Summer? Ja, Midsommar. Midsommar gekeken. Ik heb gewoon nachtmerries ervan gehad, hè. En ik wist het nog. Ik zat te kijken en denk, oh my god, ik vind het zo heftig. Maar sowieso, sinds ik zwanger was en bevallen... Ik kan gewoon niet enge dingen meer kijken of zo. Ik ben gewoon nog veel... Moet hier... Nou, ik weet niet. Het raakt me dan zoveel dieper of zo. Het is echt... I don't know. Ik raad nog heel vaak de laptop. Het is 5:09. Ik ben zo moe. Maar ik heb... Oh, ja, dit ging maar de hele dag door en zo. En toen werkte ik tegen moeder en alles. En een soort van... Ik ga op tijd naar bed. Morgen voor het eerst vroeg naar de opvang. Hoe mooi zijn deze bloemen trouwens. Ja. Voor ons nieuwe huis van Gregor's ouders. Ik ga even mijn nagels doen. Ik gebruik het kitje van Mila om te veilen. En ik doe gewoon dezelfde kleur op als wat ik hiervoor had, natural. Ik zit heel sterk na te denken om echt zo super veel nagellak weg te doen. Maar aan de andere kant, wij doen er ook best wel veel nail art dingetjes mee samen. Het is ook wel zonde als je het dan niet hebt. Weet je wat ik echt heel erg mis? Merken en uitgaan. Oh. Ik niet. Ik ben alleen merk. Ik mis echt uitgaan. Ik zat er even te appen met Max Marij en zo. Ik dacht echt, oh, good times. Prima. Poef is nooit echt... Jullie zien ons uitgaan, maar dat is puur altijd mijn initiatief. Ja, yeah, I really don't care. Ik wil gewoon naar een concert. Ik vind het wel leuk. Nee, het is leuk, ja. Het is, nou, hoe leuk is het als er heel veel mensen zijn die we kennen? Dan is het echt superleuk. Ja? Yeah? We houden van leuke feestjes met veel vrienden en bekenden en leuke mensen. Dan is het superleuk. Ja, alleen ik vind het soms een beetje zonde van behoren. Dus dan ben ik blij dat we hele goede orde hebben. Dat sowieso, ja. Maar ik ga liever naar een concert of iets waar ik gewoon echt heen wil. Ik precies zo graag wil die uitgaan. Leuk, ja nee, ik vind een concert ook leuk. Maar... Ik hoef niet naar een random feestje. Wat was ons laatste concert? Ik weet welke waar jij tickets voor had, maar welke zijn we geweest voor? Mijn laatste was Dinges. Ik weet het gewoon serieus niet eens meer. Ik weet het helemaal. Oh, helemaal. Wacht. Let me think. Wat was het laatste concert waar ik was niet bij, maar mijn laatste. Nee, ik wil zeggen, jij gaat heel vaak zonder mij naar concerten. The Midnight was mijn laatste. The Midnight? Aha. Wat was mijn laatste concert? Ik ben echt aan denken. The Midnight was mijn laatste en ik heb natuurlijk Miami Horror gekocht, maar die is... Ja, dat hadden we het laatst in de vlog verteld. Dat... Ja. Is nooit doorgegaan. Daarvoor. Wat is jullie laatste concert? Oeh. Zeker echt 2 jaar geleden of zo. Hebben we GMT samen? Nee, dat is ook al... nee, dat is heel lang geleden. Ja, GMT dan? In ben Utrecht. Waar ben je dan? Katy Perry jaren geleden. Dat is helemaal veel langer geleden. In Vegas, Britney Spears. Oh, Juicy J. Nog later. Ja, oké. Okay. Vegas oud en nieuw. Ja, maar dat was niet echt een concert. Dat was in de club. Yes, it was. Dat was in de club. Dat was in de club. Nee, dat was... Dat was een... Oud en nieuw party. Boek. Liever, dat was een club. Dat zeg ik. Was niet in de club. Ik bedoel, was niet in de club. Wauw, hij moet echt slaan. Het is een restaurant en gewoon een concert. Zag, met VIP-tafels een club waar je een concert. Van een kwartier. Hoe lang zijn we er gebleven uiteindelijk? Anderhalf uur? Daarna. Ja? Ja. Zoiets, max. Ik ben dan naar een ander hip-hop concert geweest. Ja, maar wat dan? Ik zit echt... Festivals? Waarschijnlijk festivals. We hebben heel veel mensen op festivals live gezien.
Dat vind ik denk ik leuker, festivals dan... Ja, Burning Man. Festivals vind ik leuker dan concerten. Ja, maar dan zie je toch ook een diplo? Ja, oké, okay, maar dat is niet dat je een ticket koopt daarvoor, puur om daarvoor heen te gaan. Nee, zeker niet. Oh, in Vegas... Vegas, god. In Ibiza. Op Ushuaia. Op Ibiza. Dimitri Vegas, like Mike? Ja, dat is waar. Dat was heel leuk. Een soort van concert, party, clubbing. Ja, maar dat is altijd gewoon een hele... Ushuaia is gewoon chill. Ik kreeg een comment trouwens op die vlog gisteren. Dat iemand zei, oh, dit is zo leuk om terug te zien. Die vlog heet ook echt leukste feestje. Welke concerten heb ik nog meer gezien, joh? Ja, ik zit echt te denken. Ik ga nu in de groep met iedereen van mij. Zijn de boys al? Nee. Oké. We gaan, komen zo bij jullie terug met het antwoord. Oké, Foef heeft gevonden, Nicki Minaj. Lijkt het op dat dat de laatste was. Ja. En voor mij was het sowieso de Midnight. Ja. En ik ben natuurlijk in Duitsland geweest nog. Ja, met Ashton naar het festival. Ja, dus dat, maar dat is echt oneindig lang geleden alweer. Wanneer waren dinges? Gorillaz, ze hebben ook nog geweest. Is het ook weer... is nog veel langer geleden. Ik weet het niet meer. Goed, ik ben nu ook aan het praten over de film Moonlight. Ik moet die nog steeds zien. Goed, ik ga de vlog afsluiten. Wel trusten, bedankt voor het kijken en tot morgen. Bye. Doei.